Conservation International Suriname, CIS, heeft gisteren een presentatie gehouden over de conceptwet Duurzaam Natuurbeheer, die op 1 augustus is ingediend bij het parlement. De presentatie is gehouden voor de geestelijken van het RK-bisdom in de Monseigneur de Bekkerzaal van het Kerkelijk Museum aan de Henk Aronstraat. Directeur van het CIS, John Goedschalk, ging in op de studies die zijn gedaan voordat de wet is geformuleerd. Nou, dit waren gewoon een aantal van de beelden van de verschillende workshops. Er was ook een nieuwsbrief, een Facebookpage. Dan kom je de adviesgroepen, dat waren veelal ook vergaderingen bij verschillende ministeries. Veelal bij ROGB, dat wil ik meteen zeggen. En die heeft 11 keer vergaderd met input, discussies erover. Toen hebben we de adviesgroepen gehad. Dat waren thematische discussies, waar steeds 7 tot 10 mensen kwamen. En er zijn 8 meetings geweest. Deze zijn ingezet of uitgevoerd op basis van mensen die naar de workshops waren gekomen, die zich hebben opgegeven. En we hebben ook krantenadvertenties geplaatst voor mensen die dus niet bij de workshops waren, maar die dan toch interesse hadden om te komen. Er was ook een oproep via Facebook. De nieuwsbrief was ook een oproep, dus die kan ook gedeeld worden. En zo hebben we een aantal van de thema's behandeld met deskundigen en geïnteresseerden uit de samenleving. Goedschalk benadrukte dat indien de wet wordt aangenomen in het parlement, Suriname toegang zal hebben tot internationale fondsen. In andere landen heb je natuurbeschermers die gaan naar een land en die zien iets en die zeggen ik wil dat als natuurbeschermings land trust, dan moeten ze dat kopen. Die gaan met de overheid praten en zeggen nou, ik geef je zoveel dollar per hectare, maar dan wil ik de titel ervan dat dat beschermd is. Een private conservation. Een private beschermd gebied. Dat kan hiermee. Nu kan dat niet. Dus nu kan dat gewoon. Maar dan, met deze wet kan dat wel. Dan zou elk kunnen gaan naar de overheid en zeggen, luister, ik heb een businessmodel, dit zijn mijn plannen, ik heb geld ervoor. Geef het, hè? Ja. Je zou het ook kunnen adopteren, toch? Ja, maar je moet precies wat geld ervoor betalen. Zeker weten. John Goedschalk, directeur van Conservation International Suriname. Hij hield gisteren een presentatie over de conceptwet Duurzaam Natuurbeheer in de Monseigneur de Bekkerzaal van het Kerkelijk Museum.